Goedenavond allemaal. Ikzelf ben Leen Vermeijren en ik ben bij Ferm verantwoordelijk voor of medewerker van Cel Aanbod. En in deze ben ik eigenlijk ook degene die dit mee uitgewerkt heeft. Ik heb jullie al gezegd, ik doe dit niet alleen. Lindy Fourie is mijn directe collega die mij technisch ondersteunt deze avond. En jullie gaan straks ook nog kennis maken met Christine Verhoeven. Zij is verantwoordelijk voor een groot stuk van de praktische uitwerking van wat wij jullie ook gaan vragen. Maar haar ga ik straks aan jullie voorstellen. Op deze webinar, samen midzomer vieren op jullie troostplekken. Op jullie troostplek, hè? Ik was eventjes afgeleid, want er kwam nog een berichtje binnen, excuseer. Is eigenlijk een heel belangrijke webinar voor ons, omdat wij eigenlijk vanuit Ferm willen proberen om jullie activiteiten en initiatieven aan te bieden, zodanig dat de troostplekken die jullie eigenlijk op verschillende plaatsen in Vlaanderen op poten gezet hebben, dat die troostplekken dat die blijven leven. Wij noemen dat soms met een woord dat die verduurzamen. Hè? Dat daar dus eigenlijk blijvend mensen willen naartoe komen om op zoek te gaan naar wat troost en naar hoop. En deze activiteit waar we jullie deze avond mee laten kennismaken, is eigenlijk ook echt een activiteit die daartoe bijdraagt. Ik verwijs eventjes graag naar de webinar die we 2 maart gehouden hebben. Dus er zijn eigenlijk op deze moment toch al wel wat initiatieven die ook op onze website staan. Ik ga straks met jullie ook naar de website om te tonen waar die initiatieven staan. Een heel deel van jullie waren 2 maart ook op de vorige webinar aanwezig. En op die webinar hebben we dan eigenlijk gekeken naar heel kleine leuke initiatieven die je kan doen op de troostplek. En dus vandaag stel ik jullie een activiteit voor die je kan doen rond midzomer, eind juli. Goed, ik zou nu graag, en ik ga dat proberen, hè. Ik ga nu vanaf nu een PowerPoint delen. Dat gaan jullie straks kunnen zien. Dus geef mij eventjes de mogelijkheid. Ik ga dat heel even oproepen. Voilà. Dan zitten we hier. En dan, als het goed is, dan zouden jullie nu de PowerPoint moeten zien. Klopt, Aline? Ja, we zien hem. Voilà, oké. Dus we zitten hier op de webinar samen midzomer vieren op jullie troostplek. Ik heb jullie ondertussen al welkom geheten. Dat wilde ik live doen, zonder dat jullie dat grote scherm zagen. En dan wil ik nu heel kort eventjes met jullie gaan kijken naar een troostplek oprichten. Hè. Vorige keer waren er een aantal mensen die zeiden, ja, maar hoe doe je dat nu, hè? Een troostplek oprichten? Ik ga er toch eventjes terug moeten dan uitgaan, maar ik ga jullie meenemen naar onze website. En dat is eigenlijk mensen die nu van de avond aan het luisteren zijn en die zeggen, dat is allemaal wel goed en wel, Leen, wij willen dat echt wel doen, zo'n troostplek, maar ons troostplek staat toch niet goed op poten of we zijn daar nog mee bezig. Dan kan je teruggaan of kan je gaan naar onze website. Hè? Dus ik zit nu echt op de website. Dan zie je bovenaan waar mijn pijltje staat, samenferm.be. En als je dan gaat naar netwerk en dan naar troostplek, dan kom je op deze pagina uit. Hè? Dus netwerk, plan troost en dan krijg je deze pagina. En als je dan op troostplekken klikt, ja, dan zie je dit. En dan kun je zeggen, ga naar troostplekken. En dan krijg je heel wat initiatieven. Onder andere, deze webinar staat daar ook al op. Maar bijvoorbeeld ook, wat is een troostplek? Of hoe richt je dan nu bijvoorbeeld in? En dan helpen wij u op weg met het inrichten van uw troostplek. Er is een draaiboek. Hoe geraak je aan een paneel om inderdaad op je troostplek te plaatsen? Maar er staan ook heel wat tips op over hoe dat je uw troostplek ook kan inrichten. Onder andere, als je hier dan op klikt, laat je inspireren, dan ga je zien dat je de webinar van vorige keer, van 2 maart, met de heel concrete tips, die kan je hier terug herbekijken. En onderaan hebben wij ook een aantal van die suggesties uitgetipt. Dit heel kort om toch maar te laten tonen en ook voor de mensen voor wie... jullie zien terug de PowerPoint? Dat klopt? Correct. Ja, oké.
Dus dat was eigenlijk heel kort. Omdat het niet de bedoeling is op deze webinar om volledig uit te werken hoe je een troostplek kan oprichten. Maar ik wou jullie toch heel kort daar laten zien dat er eigenlijk op die website al heel wat staat waar dat je inspiratie kan vinden. Maar dan, jullie zijn eigenlijk vooral gekomen deze avond om te kijken naar de activiteit die wij willen voorstellen. En wat is de activiteit die wij uitgewerkt hebben? De midzomeractiviteit die wij uitgewerkt hebben, hebben wij genoemd de nacht van het licht op de troostplek of elders. Waarom zeggen we elders? Omdat het kan zijn dat de activiteit die wij voorstellen, dat jullie zeggen, ja maar Leen, dat kunnen we echt niet op ons troostplek doen. Wel, er zijn ook, en daar ga ik straks nog op terugkomen, er zijn ook echt wel mogelijkheden om die te doen op een andere plek. Wat verstaan wij nu onder de nacht van het licht? Dan ga ik eerst naar de volgende slide. Voilà. Het is een activiteit die wij plannen. Eind juni, begin van de zomer. Meer concreet, het is een activiteit die doorgaat van zaterdag 25 juni en doorloopt naar 26 juni. Daarover straks meer. Waarom eind juni? Zoals jullie weten, en we kijken er eigenlijk ook allemaal naar uit, eind juni, dan zijn de nachten kort en de dagen zijn eigenlijk heel lang. En dat natuurgegeven van nacht en dagen, korte nachten, lange nachten, korte dagen, lange dagen, hè, zoals dat wat speelt in de natuur, dat willen we eigenlijk binnen Ferm gebruiken om mensen die rouwen, om die te verbinden en ook te troosten. Hoe zien we dat? Mensen die rouwen ervaren ook heel vaak dag- en nachtmomenten. Afwisselend en vaak ook niet gelijkmatig in de tijd verdeeld. En dat is ook niet verwonderlijk. Want rouwen, dat is eigenlijk een beetje als een bootje dat vaart tussen twee oevers. En vandaar ook de foto met die beek en die twee oevers. Rouwen is een beetje als een bootje dat vaart tussen twee oevers, namelijk tussen de verliesoever en de hersteloever. En dat is vaak, dat is ook heel persoonlijk. Mensen die met een plots verlies geconfronteerd hebben, die hebben heel veel nood om met hun bootje aan de verliesoever te zitten. En voor die mensen kan het soms al een heel prestatie zijn om bijvoorbeeld in de dag op een moment naar de bakker te gaan om een brood te halen. Dat is dan een activiteit op de hersteloever. En zo snel mogelijk terug naar huis te gaan, omdat dat verdriet zo overweldigend is. Mensen die al wat langer een verlies hebben meegemaakt, die hebben ook misschien al wat een rouwproces achter de rug gehad, hebben misschien een groot stuk voor hun leven... Ik hoor ergens een... Ja, dankjewel. Die hebben een stukje hun leven al terug opgepakt, zitten eigenlijk op die hersteloever. Maar als hier mensen tussen zitten die een rouwproces meegemaakt hebben, dan weten die heel goed dat je echt op de hersteloever kan zitten en plots, om gelijk welke reden, op de verliesoever kan zitten. Omdat je door iets geraakt wordt, dat je door iets getriggerd wordt, dat heel plots je terug in dat verdriet brengt. Dus het spelen met dag en nacht hebben we eigenlijk genomen om te zeggen, mensen die rouwen, die spelen ook met, spelen is het niet, maar die zoeken een evenwicht tussen dag en nacht, tussen verlies en herstel. Dit een heel klein beetje als achtergrond, als achterliggende visie, hè, waarom we voor dit gekozen hebben. Wat willen we doen? Dit zijn de twee componenten waaruit de activiteit de nacht van het licht bestaat. 1. Er is vuur. 2. De rechterfoto visualiseert het weven. 1. We gaan vertrekken bij het vuur of bij heel de activiteit, ik zal het zo zeggen. We willen eigenlijk aan jullie vragen. En we zouden graag op zoveel mogelijk troostplekken in Vlaanderen hebben dat zaterdag 25 juni om 22 uur, dat is om 10 uur 's avonds, op zoveel mogelijk plekken in Vlaanderen, het vuur aangestoken wordt. En we willen dat vuur niet zomaar laten aangaan, we willen waken bij dat vuur. Net zoals we soms waken bij iemand die sterft, of zoals we soms waken bij mensen die pijn ervaren of die verlies ervaren. We willen vuur aansteken om 10 uur 's avonds en we willen dat vuur brandend houden tot de zon 's morgens opkomt, de zondag,
ochtend heel vroeg. Straks meer uitleg wanneer de zon ondergaat en wanneer de zon opkomt. Maar eerst het algemene kader. Het vuur aansteken 10 uur 's avonds en 's morgens mag dat vuur uitgaan. En we hebben dan ook gezorgd voor een activiteit ondertussen. En dat is dan wat je op de rechterfoto ziet, het weven en waar Christine straks meer gaat over vertellen. Dit is een, wat wij jullie gaan voorstellen, noem ik eigenlijk een soort raam, een soort context dat wij jullie willen aanbieden. En jullie mogen uiteraard binnen dit palet of binnen dit kader jullie eigen accenten en kleuren aanbrengen. Hè. Als jullie nu al zeggen, zeg Leen, heel de nacht vuur. Voor mij ook goed als jullie een uurtje vuur maken. Hè. Voel dat daar zit heel veel vrijheid en heel veel speling op. Maar wij bieden gewoon het maximale pakket aan. En binnen dat maximale pakket mogen jullie eigenlijk zelf kleuren en zoeken naar datgene wat voor jullie, in jullie plaats, voor jullie groep, voor jullie gemeenschap eigenlijk het beste is. Oké. Okay. Wat ik nu ga doen is het aspect van het vuur toelichten. Christine Verhoeven gaat straks meer vertellen over het weven. En wat dat weven dan eigenlijk te maken heeft met rouwen. Maar dat gaat zij straks vertellen. Ik ga mij nu eerst toespitsen op het vuur. We gaan waken bij het vuur. Zoals ik al gezegd heb, we beginnen de zaterdagavond, 25 juni. Ik ben dat gaan opzoeken, ik ga eerlijk zijn. Hè? De zon gaat 25 juni gaat de zon onder om 21 uur 57. En we zouden dus eigenlijk heel graag hebben dat om 22 uur de bewaker van het vuur aansteekt. De bewaker, de waker, je mag noemen hoe dat je het ook gaat noemen, die heeft ook straks een heel belangrijke functie in het weven. Het is de persoon, of meerdere personen, die eigenlijk zeggen, wij zorgen ervoor dat het heel de nacht dat er vuur is. En wij zorgen ervoor, wij engageren ons, dat morgen om 6 uur dat vuur eigenlijk mag uitgaan. Ik hoor jullie al denken, Marleen, zo'n vuur in een dorp in de zomer. Hè? Ah, oké. Okay. We gaan dat dus een beetje, je gaat zelf een beetje moeten kijken, en dat is dat kleuren binnen die lijnen, denk ik, dat ik bedoel. Kijk zelf welk vuur dat jullie kunnen maken. Je moet dus eerst gaan kijken, welke locatie hebben wij? Waar kan dat? Het zou best kunnen dat jullie zo'n mooie troostplek hebben, dat jullie daar geen vuur mogen maken, of dat jullie daar geen vuur kunnen maken. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Die inderdaad eigenlijk bij sommige mensen die bijvoorbeeld een jeugdbeweging in het dorp hebben, kan het gerust zijn dat jullie op het plein van de jeugdbeweging een heel groot vuur mogen maken. Maar het zou kunnen dat we eind juni in zo'n droge periode zitten dat nergens van de brandweer vuur mag gemaakt worden. Wel, we hebben dus alternatieven ook voorzien. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat jullie zeggen, we werken bijvoorbeeld met kaarsen. Ja? Dit zijn uw theelichtjes, maar je zou ook kunnen werken met zo van die, en dat ga je straks zien op de voorzijde van het draaiboek, met zo van die hele fijne kaarsen die je bijvoorbeeld ook kunt tegenkomen aan als je naar een kapel of naar een bedevaartsoord gaat, zo van die hele lange kaarsen die heel dun zijn en die eigenlijk ook heel rap smelten of heel rap afbranden, waardoor dat je dan sneller ook moet waken bij het vuur om ook nieuwe kaarsen aan te steken. En bijvoorbeeld als je die kaarsen dan in een grote bak met zand steekt, dan is dat iets wat haalbaar is, ook in een droge periode. Ik heb bijvoorbeeld een andere foto, de foto die hier helemaal rechtsbovenaan staat, is bijvoorbeeld, je zou ook in een bakoven, bijvoorbeeld, misschien hebben jullie in het dorp een hele grote bakoven. Waarom maak je in de bakoven geen vuur? En je zou dan ook nog kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld tegen 's morgens brood gebakken hebt. Daar kom ik straks ook op terug. Wees dus creatief. Hè? De idee is dat we wel een vuur willen en dat we dat vuur brandend willen houden. We willen het vuur brandend houden voor onszelf, maar eigenlijk ook voor de anderen. En we willen dat heel de nacht doen. Voor iedereen die het nodig heeft en die mee met ons wil waken. Het vuur. Het is dus niet de bedoeling dat je bewaker daar heel de nacht alleen zit. Jullie mogen dus gerust jullie mensen oproepen of zelf aanwezig zijn. Een soort beurtrol maken dat mensen inderdaad, dat er eigenlijk voortdurend iemand waakt bij het vuur en dat daar een paar mensen zijn die bijvoorbeeld een luisterend oor zijn als daar iemand langskomt om een uurtje bij het vuur te zitten. Dat is eigenlijk de idee
die we willen ontwikkelen bij het waken van, bij het waken bij het vuur. Een andere suggestie die ik doe ook in het draaiboek is, je zou een uurtje vooraleer dat het vuur wordt aangestoken, zou je een mooie, inspirerende activiteit kunnen doen. Hè? Dat hoeft niet, maar dat kan. Je zou bijvoorbeeld, en dan vandaar zet ik het ook onderaan op de slide, kijk rond in je buurt. Kijk eens rond in je buurt. Er zijn zeker mensen die je kent die heel rustige muziek kunnen maken. Of die een mooi kunnen zingen en die een a cappella stuk kunnen brengen. Misschien is er ook iemand die heel mooi kan vertellen. Misschien is er ook iemand die heel mooi kan voordragen. Misschien moet je er ook de scholen bij betrekken. Misschien hebben jullie een academie bij jullie in de buurt. Die bijvoorbeeld op het einde van het jaar gerust met hun klas teksten willen komen lezen of voordragen. Bouw ook stilte in. Je zou ook nog een stiltewandeling kunnen doen op vorm. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Ik prikkel maar wat jullie fantasie. Hè, zodanig dat je mensen kan lokken naar de activiteit. En dat je dan samen, zoals bij wijze van spreken, bij een grote kerstboomverbranding, hè, op een bepaald moment, op een heel symbolische en een sterke manier, echt de lont aan het vuur kan steken en het vuur brandend houden voor de nacht. Dit is het waken bij het vuur. En ik zou nu graag het woord geven aan Christine. Ik blijf nog eventjes in de PowerPoint en ik zou graag hebben dat Christine nu het woord neemt. Christine? Ja, dank u wel, Leen. Goedenavond allemaal. Ik zal heel eventjes mezelf voorstellen. Ik ben Christine Verhoeven en ik ben eigenlijk van beroep interieurontwerper, maar ik heb een hele nauwe band met rouw, omdat in 2011 zijn mijn man en ik ons eerste dochtertje verloren. En ik heb dat van heel nabij meegemaakt. En dat was eigenlijk voor mij ook een trigger om mijn leven eigenlijk een beetje om te gooien. En ik heb dan besloten om mijn droom na te jagen en dat is interieurontwerper te worden. En de naam van mijn zaak is Cloud9 en dat betekent eigenlijk in de wolken zijn. En voor mijn man en mijzelf speelt onze dochter al 15 jaar ondertussen tussen de wolken. Dus vandaar de verwijzing naar Cloud9 Interior Design. Ik ga jullie vandaag een stukje meenemen in het samenweven. Wat kan je verwachten van mij? Ik ga een stukje jullie uitleggen van waar het verhaal van waar het weefverhaal hierin komt. Daarna had Leen mij gevraagd om eventjes praktisch met jullie te overlopen hoe dat je een weefraam kan maken. Vooral omdat het toch wel voor een aantal mensen bereikbaar moet zijn. Daar komen ook alternatieven. Dus ook net zoals dat Leen daarnet zei bij het vuur. Ik reik een aantal zaken aan. Op het einde kunnen jullie ook heel praktische vragen daarover stellen. Ik ga gewoon een stukje de praktische kant. En zoals dat ik van Leen begrepen had, komt heel deze uitleg ook wel in het draaiboek te staan. Dus jullie kunnen dat altijd nog nalezen of daarna de webinar nog eens bekijken. Hè. En dan wil ik het graag hebben over de betekenis van het weefwerk. Als je ooit een stuk stof al eens van heel kort bij hebt gezien, dan zie je dat een weefwerk eigenlijk vaak bestaat uit een stukje strakker geweven. Een stukje misschien waar dat een draad aan elkaar is gezet. Of misschien een knobbeltje dat in de draad zit. En toen dat wij aan het brainstormen waren en we waren door het hele verhaal van de nacht aan het gaan, kwamen we eigenlijk ook op het idee van, kijk, bij een weefwerk is dat eigenlijk net zo. Dat is niet helemaal perfect, maar bij rouw is dat eigenlijk, of rouw en omgaan met verlies is dat eigenlijk ook. En vandaar kwam ons idee om de bewaker van het vuur tijdens het bewaken ook een activiteit te geven. Of iemand anders uiteraard. Je kan, zodanig dat je er met twee personen bent, iemand anders kan dat ook doen.
En dat die persoon eigenlijk begint met weven. En we, in ons verhaal hebben we die persoon één kleur gegeven, dus die is wit. En die weeft zijn verhaal soms traag, soms snel, soms stopt hij. Soms geraakt zijn draad misschien een beetje in de war. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niet uit, want ook bij rouw is dat. Soms gaat het heel snel en soms sta je stil. En soms heb je het gevoel van, oei, ik raak er helemaal niet aan uit. En wij zagen het eigenlijk ook zo, dat als er mensen, bezoekers kwamen, dat die een stukje kunnen meeweven. Dus dat die eigenlijk een stukje kunnen bijdragen aan het werk. En we zouden dat dan symboliseren door een andere kleur waar dat zij mee weven. Zodanig dat je op het einde van de nacht, wanneer dat het terug licht wordt, dat we eigenlijk kunnen zien van, kijk, sommige momenten ben je alleen. Ga je je pad alleen, dat is dan de witte draad. En dan op andere momenten zijn er misschien heel veel kleuren bij. Dus andere mensen die samen met jou door het verdriet gaan, door de nacht gaan. En soms is dat iemand die dat heel lang doet, maar soms kan dat ook zijn iemand die dat gewoon heel korter maar was. En dat kan zich ook symboliseren in het weefgetouw. Dus vandaar dat we eigenlijk op het einde van de nacht gaat iedere groep, dus ook die dat met een weefgetouw aan of met een weefwerk aan de slag gaat, gaat ook een andere inkleuring hebben van dat weefwerk. Want op de ene troostplek zal er misschien heel veel mensen nog aanwezig geweest zijn in de nacht. Op een andere plek misschien minder. En is het heel veel wit. Maar zo is het ook met omgaan met rouw en verdriet en verlies. Soms, bij sommige mensen is het gewoon heel eenzaam. Terwijl andere mensen gewoon heel veel mensen rondom zich hebben. Dus dat is eigenlijk waarom dat wij gekozen hebben voor het weefwerk. En nu hoor ik jullie al misschien denken van oei oei oei, weven en een weefgetouw en een weefwerk. Ik ga jullie zelfs door een tweetal werkwijzen tonen. En op het einde krijgen jullie ook nog een aantal alternatieven dat je kan doen. En ja, je zal wel zien... We gaan er gewoon aan beginnen aan de eerste. Hè? Lin? Ja. Heel belangrijk is, als je gaat beginnen, dat je eigenlijk gaat eens kijken door de notas die je, of door het verhaal dat je vandaag meekrijgt, dat je al eens bedenkt. Misschien heb je op het eind van de avond van bij mijn troostplek kan dat zo, of ik heb die plek al in mijn achterhoofd. Of anders lees je het draaiboek nog eens en dan ga je eigenlijk een beetje bekijken wat je nodig hebt en welke werkwijze dat voor jou haalbaar is. Ja, bespreek dat ook met je troostteam of ja, je hebt iets in je hoofd en dat kan je altijd met mensen bespreken dan. Vervolgens ga je eens bekijken wat dat je allemaal nodig hebt, want je hebt uiteraard ook wel wat materiaal nodig. En ga je ook kijken wie kan voor wat zorgen natuurlijk. Zoek dan ook een mooie plek waar dat je werk kan staan. Een plekje voor je werk en een plekje voor het vuur. Waarom zeg ik een plekje voor het werk en een plekje voor het vuur? Omdat natuurlijk we moeten zorgen dat het vuur niet te kort bij het werk kan. Hè, dat er geen gevaar is dat er vonken op het werk kunnen springen of zo. Maar ook bijvoorbeeld als je met meerdere mensen aan een werk wilt werken, dan moet je daar vooraf al eventjes over nadenken. Waar ga ik dat zetten? Hoe ga ik dat zetten? Zodanig dat er langs de voor- en de achterkant misschien mensen kunnen weven. Dat is heel belangrijk om daar echt vooraf mee bezig te zijn. Je gaat ook eventjes, wat dat ook handig is, in welke richting dat je wil werken. Maar dat wordt straks nog duidelijk. Of dat je horizontaal gaat willen werken of verticaal. Het enige voordeel dat het misschien het ene ten opzichte van het andere heeft, is misschien de gemakkelijkheid of dat je met meerdere mensen eraan kan werken. Maar ja, dat wordt straks wel allemaal duidelijk. En vooraf bepaal je ook best welke afmetingen dat je zou willen hebben.
Als ik zou zeggen, begin toch wel minimum met een werk van een meter op een meter. Meer mag uiteraard. Ik denk dat je zelf zo wel een beetje weet van, oké, in mijn omgeving gaan er veel mensen op afkomen of er gaan weinig mensen op afkomen. Nu, dat is ook niet erg als dat werk helemaal op het einde niet helemaal volledig is, want verdriet is ook nooit helemaal weg. Dus misschien kan er later mensen die dat dan toch nog langskomen en die dat denken van, ik heb hier zelf een reep stof, ik wil daar toch ook nog een stukje aan bijdragen. Dat kan uiteraard ook. Hè. Waarom zeg ik dat nog? Verzamel vooral op voorhand genoeg materiaal. Hè. Zorg dat je tijdig je materiaal hebt. Doe al een oproep voor witte lakens of witte stof. Of ga al eens langs in de kringwinkel. En ook gekleurde stof uiteraard, want de gasten gaan werken met gekleurde stof dan. En dan kan je aan de slag gaan met knippen en scheuren. En voor het andere materiaal dat je nodig hebt, kan je eveneens via sociale media of via een lokaal krantje een oproep doen. Er zijn tegenwoordig ook heel wat buurtnetwerken waar dat je bijvoorbeeld een oproep kan doen van, heeft er iemand nog een aantal palen liggen of heeft er iemand nog een bepaald draad liggen of zo. Je kan dat altijd vragen. En misschien heb jij wel een gemeente waar dat de burgemeester en waar dat gemeentebestuur mee achter het project staat en kan je vragen of dat zij een aantal praktische dingen van u willen overnemen. Hier heb je een voorbeeldje van de twee werken of de twee manieren van werken. De eerste met de drie palen, dan ga je verticaal weven. Dus dan ga je van boven naar onder weven. En in het tweede voorbeeld aan de rechterkant met het betongaas of het andere gaas, kan je kiezen. Dan werk je van links naar rechts en van rechts naar links. Of je werkt met van boven naar onder. Je kan daarmee kiezen. Oké, ik ga twee werkwijzen uitleggen hoe je zo'n raam kan maken. Is dat nog te moeilijk of niet haalbaar voor u? Geen probleem, straks komen er nog alternatieven. Het verhaal dat ik hier meegeef, dat is eigenlijk een beetje je basismateriaal, wat je voor beide werkwijzen kan gebruiken. Dit is eigenlijk redelijk permanent. Je gaat iets in de grond zetten en dat gaat er ook wel eventjes staan. Ik ga ook al zeggen, het is niet de bedoeling dat dat werk de rest van zijn dagen daar gaat blijven staan. Want u begrijpt ook, we werken met stof. Stof in regen, gaat in weer en wind gaat verkleuren, gaat misschien wat scheuren. En dat kan snel slordig worden. Dus we stellen ook voor dat ergens in het najaar, wanneer dat we misschien een nieuwe activiteit rond de troostplek gaan plannen, dat werk dan ook weggenomen wordt. Want soms is verdriet ook niet meer zichtbaar. Dus dan is het ook niet erg dat dit werk ook eventjes weggaat en dat er gewoon een ander in de plaats komt of iets anders in de plaats komt. Oké, het materiaal dat ik hier meegeef is je basismateriaal. Dus dat is voor de twee werkwijzen die ik zelfs ga uitleggen, heb je dit nodig. Straks komt er per werkwijze nog extra materiaal bij. Wat heb je nodig? Twee ronde of vierkante palen met een diameter, stevige palen. Met een diameter van ongeveer 10 centimeter en ongeveer 2,5 meter lang, waar of zelfs langer, het hangt ervan af. Je moet toch rekenen dat je die paal een vijftigtal centimeter in de grond steekt. Je hebt een spade of een grondboor nodig, uiteraard om een put te maken. Dan kan je eventueel ook nog werken met snelbeton en water om je palen vast te zetten. Maar dat hoeft uiteraard niet. Als je zegt van ja, dat is allemaal veel te veel gedoe. Je kan je palen ook stevig vastzetten door er gewoon wat stenen bij in de put te zetten. En dan staan die ook stevig. Een waterpas, ook altijd heel handig om je palen recht te zetten. En dan hebben we die oude stof en lakens nog nodig. En als je een handige Harry in de buurt hebt of een handige Henrietta, dat is ook altijd meegenomen.
Goed. Hoe ga je die palen nu in de grond zetten? Ik ga er wel al bij zeggen, dit kan je ook achteraf doen. Als je zegt van, ik vind het handiger dat ik mijn palen op de grond leg en ik werk eerst op de grond om heel mijn raam te maken en ik zet het dan omhoog, dat kan ook. Ik zeg hier gewoon heel kort hoe dat je palen in de grond zet. Je graaft een gat van ongeveer 50 centimeter diep. Je zet je paal in die put en je vult de put met snelbeton, zand of stenen. En dan kijk je met de waterpas of dat de palen recht staan. Je stampt de grond goed aan. En ja, zo zet je ook de tweede paal vast. Of tegelijkertijd als je je raamwerk helemaal al op voorhand op de grond klaarmaakt. Goed, voor de eerste werkwijze gaan we werken met een raam waarin dat we lange draden gaan gebruiken. En die draden, daarop gaat geweven worden. Dit is zeker niet de gemakkelijkste manier. Het touw voor die draden, dat is heel belangrijk. Dat moet een heel stevig touw zijn. Ik denk dan aan een sisal of een vlastouw of zelfs een metserskoord. Dus eigenlijk toch wel een stevig touw. Waarom zeg ik niet een katoenen touw, tenzij dat je dik katoen hebt? Omdat katoen nogal snel onder invloed van het weer kan gaan scheuren of loskomen. Wat heb je extra nodig? Twee planken van ongeveer... Nee, Leen, nog eentje terug alsjeblieft. Ja, twee planken van een dikte van 1 à 2 centimeter... En die ga je dan eigenlijk maken op de lengte van de grootte dat je je werk wil maken. Dus die komen eigenlijk horizontaal op je palen. Je hebt spijkers met kop nodig, een hamer, een meetlat en een potlood, stevig touw en dan een schroefmachine en schroeven. En nu mag je verder gaan, Leen. Dank je wel. Op de planken zet je in het midden om de 5 centimeter een streepje. En daar ga je op die streepjes ga je een spijker schuin slaan. Je ziet dat op de tweede tekening. Waarom die spijkers schuin slaan? Omdat dat, dan blijft je draad er zeker achter hangen. Anders gaat je draad er misschien heel snel loskomen. Als je niet zeker bent van... ik weet niet dat die... nagels het gaan houden, dan kan je, nadat je je werk hebt opgespannen, kan je al die nagels er ook gaan inkloppen, zodanig dat die de draad echt vastzetten. Hè? Dat kan ook. Als je die nagels op je plank hebt of in je plank hebt geslagen, dan schroef je die twee planken op de palen. Zoals in de derde tekening, de onderste tekening. Dus, en dan ga je bovenaan de nagels in de richting naar boven zetten en onderaan gaan de nagels naar beneden wijzen, zodanig dat uw draad daar echt goed achter blijft hangen. Goed, hoe doe je dat dan met die draad? Hè? Want dat is niet zo eenvoudig. Je pakt... niet zo eenvoudig eigenlijk wel, want het gaat zichzelf uitwijzen. Om de eerste spijker knoop je je draad vast, zodanig dat die stevig vast zit. Zelf raad ik aan om dan die nagel ook echt samen met die draad goed in die plank vast te kloppen, zodanig dat die vast zit, dat die niet weg kan. En dan ga je met je draad uiteraard naar de eerste nagel bovenaan. Je komt terug naar beneden, naar de tweede nagel. En zo ga je verder totdat je helemaal op het einde bent. Ik zie iemand zwaaien. Of nee. Ook bij de laatste, spijker, die klop je er ook. Daar maak je je draad weer aan vast en die klop je erin. Als je nu je afvraagt van hoe... stevig moet dat touw zijn, dat moet stevig zijn, maar dat moet niet zijn dat je er gitaar op kunt spelen. Het is niet de bedoeling dat je daar een harp maakt. Het is de bedoeling dat dat nog een beetje meegeeft, maar het mag uiteraard ook niet te los zijn, want anders gaat de draad er veel te snel afkomen.
zeg je van, hoe, dat is mij toch wel een beetje te veel, dan kan je het ook vastknopen. Maar dan ga je draadje per draadje moeten vastknopen. Bovenaan en onderaan. Dat werkt ook. Dat is een even goede manier. En dan heb je geen hamer nodig. En dan, ja, dat gaat ook. Alleen ga je een beetje meer moeten knopen dan. En dan kan je eigenlijk beginnen weven. Dus zoals dat we gezegd hebben, we gaan dan de stof, de witte lakens en de stof, gaan we in repen van ongeveer 4 centimeter breedte scheuren of knippen. Dat dat niet overal dezelfde breedte heeft, dat is niet zo belangrijk. En dan kan je eigenlijk beginnen weven met je eerste witte lint. Zorg er ook wel voor dat tijdens het weven dat je die stof goed naar beneden duwt, zodanig dat je een mooi compact werk krijgt. Dat was de eerste werkwijze. Als je nu zegt van, poeh, al die draden en dat opspannen, dat is mij toch wel een beetje veel werk, dan kan je de tweede werkwijze gebruiken. En bij de tweede werkwijze gaan we eigenlijk werken met een soort raster waarop dat je gaat weven. En dat raster, ik ga dat hier meteen ook al zeggen. Wat heb je daarvoor nodig voor die tweede werkwijze? Weer twee planken met een dikte van 1 à 2 centimeter. Ook weer de breedte van je werk dat je wilt maken. En dan kan je gaan kiezen. Heb je nog ergens een betongaas liggen? Of heb je tuindraad van die B-kaartdraad, gewone afsluitingsdraad, de groene B-kaartdraad? Of misschien heb je een chappennet. Liggen alles waar dat je eigenlijk een metalen raster hebt met gaatjes, en dat is misschien wel belangrijk om mee te geven. Een betonnet heeft gaten van 10 op 10 centimeter. Het is eigenlijk best dat je werkt met gaten van ongeveer 5 op 5 centimeter. Waarom niet 10 op 10? Omdat je dan heel langgerekte stoffen, heel langgerekte stukken krijgt en dat raakt makkelijker los, zo'n weefwerk. Wat heb je verder nog nodig? Klemmetjes en schroeven. Of je kan ook met krammen werken. En de krammen, dat is hetgeen dat je daarboven, dat gebogen nageltje dat je bovenaan ziet. En die dienen, die klemmetjes of die krammen, die dienen uiteraard om je raster op je palen vast te maken. Hè? Oké. Dit is een werk, persoonlijk stel ik voor dat je eerst het geheel maakt op de grond. Omdat als je gaat nog moeten boren en schroeven, dan gaan die palen misschien een beetje bewegen. Dus het is wel makkelijk dat je dit eerst op de grond maakt. En dan schroef je voor extra stevigheid twee planken. Dus één plank bovenaan en één plank onderaan. En dat zodanig dat u net of uw draad of uw raster, wat dat je hebt, dat dan mooi binnen dat kader valt. Allee, eigenlijk er net iets over. Zodanig dat je dan nog kan vastmaken op het hout. Dat vastmaken doe je dan weer met die schroeven, met schroef met klemmetjes, of je doet dat met die krammen. En dan zet je het recht en dan kan je al beginnen weven. Dus een iets makkelijkere werkwijze, die dan zeker, ja, als je het grief hebt liggen, is dat zeker aan te raden. Je ziet hierboven ook meteen een foto van hoe dat er dan uitziet. Met zo'n draad kan je natuurlijk wel in een bepaalde richting gaan werken. Kan je golvend gaan werken. Daar kan je wel een aantal leuke dingen mee doen. Ja, Leen? Ja. En dan is er natuurlijk ook een aantal, of zijn er ook een aantal alternatieven, hè? Je kan gewoon tussen een aantal palen, zoals dat je op de linkerkant ziet, kan je gewoon, daar hebben ze dat ook gedaan, gewoon linten gespannen tussen palen. En dan heb je gewoon palen nodig en uw linten. Die je uit je stof hebt, of je repen die je uit je stof hebt gedaan. En dan begin je gewoon te weven van boven naar onder. Dat is een heel leuk werk als je bijvoorbeeld zegt van ja, ik heb toch wel een beetje plaats. En het is ook wel fijn dat er meerdere mensen aan kunnen werken. Dan is dat een heel gemakkelijke werkwijze.
Misschien heb jij wel in de buurt van uw troostplek een hek waar dat je op kan werken, zoals de foto rechts. Dat zou ook een alternatief kunnen zijn, dus dat je begint te weven op een hekwerk. Leen had daar straks ook nog een hele goede tip. De Heras... Hekken? Ja, hekken eigenlijk. Herasrekken die dat zo in de betonpalen staan, die dat je zo soms ziet bij openbare werken. Die kan je ook gebruiken. En Leen, ik dacht dat jij mij had gezegd dat die €40 waren of zo. Ja, we hebben dat gaan opzoeken en je kan die blijkbaar aan €40 kopen. Ja. Ja. Dus, maar uiteraard kan het natuurlijk ook gewoon met een gewone B-kaartdraad of zeg je van, goh, dat is toch wel allemaal groot. Dan kan je natuurlijk ook nog, als je nog een oude grote fotokader hebt staan, zou je daarin ook kunnen werken. En dan hoef je niet zelf een kader te maken, maar dan pak je een fotokader en je bindt eigenlijk je draad aan je bovenkant en onderkant van de kader en dan kan je daarin weven. Dat is misschien voor mensen die zeggen van ja, eigenlijk verwachten wij niet veel mensen. Ik weet het niet. Ik geef het hier maar mee. Ik denk dat jullie heel creatief daarmee om kunnen gaan. En ik denk als je daar eventjes over nadenkt, het klinkt nu allemaal misschien heel ingewikkeld, maar als je daar eventjes over nadenkt, het valt allemaal wel mee om te doen. En dan rest mij alleen eigenlijk een beetje van jullie nog heel veel succes te wensen. En alvast te danken voor het luisteren en het mooie werk dat jullie toch wel doen, vind ik. Ik vind het ongelooflijk hoe dat jullie je elke keer weer voor die troostplekken inzetten. En ik ben er zelf ook al op een paar geweest en het is echt wel... het doet toch elke keer wel iets. Ik ga eerst en vooral eens luisteren of dat er nog vragen zijn hierover. Ja, mag ik eventjes... Nu, jullie horen mij, hè? Ja, zeker. Ja. Christine, bedankt. Ik zou willen, gezien de tijd, het is 9:15, willen voorstellen om, als er vragen zijn, om die dan eventueel in de chat te zetten. Of op het einde, dan weten we ongeveer dat we op tijd rond geraken. Ik zou nog wel willen meegeven, want dat is toch ook een hele belangrijke, vooral in de symboliek. Christine heeft gesproken over de stoffen, hè, dus met de draad of de stof waarmee dat je gaat weven. Mag ik jullie als tip, en in het draaiboek staat dat ook, als tip ook meegeven. Je kan uiteraard werken met stoffen van de kringloopwinkel of een laken dat je in je kast hebt liggen. Maar je kan bijvoorbeeld ook een oproep doen dat bijvoorbeeld mensen die een dierbare verliezen, die blijven ook meestal achter met een kleerkast vol kleren. En dat is niet zo gemakkelijk om daar afscheid van te nemen. Mensen willen daar wel iets mee doen. En het zou ook een hele mooie kunnen zijn om bijvoorbeeld mensen op te roepen of een oproep te doen om te vragen van, zijn er mensen die kleren willen geven, doneren, die dan inderdaad in repels worden geknipt of gescheurd. Uiteraard moet je dat aan de mensen wel goed uitleggen waarvoor je het gaat gebruiken. Maar je zou ook kunnen vragen aan de mensen die komen naar jullie activiteit, dat ze bijvoorbeeld zelf een stuk stof meebrengen van een kledingstuk van iemand die overleden is of waar voor hen een bepaalde betekenis aan hangt. Dus je kan ook daarin nog verder gaan. Je kan gewone stoffen gebruiken, maar je zou ook de mensen kunnen vragen om extra stoffen mee te brengen die met een bepaalde symboliek. Dat wou ik nog heel even graag toevoegen. Ik stel voor dat als er vragen komen, dat jullie ze in de chat plaatsen. Is dat voor u moeilijk om in de chat te werken? Dan voorzien we op het einde nog wel een moment om vragen te stellen. Ik zou nog eventjes graag doorgaan om het geheel te presenteren, zodanig dat jullie dan een zicht hebben op het geheel. Uiteraard, dus het weven gaat door, het waken bij het vuur gaat door, totdat de zon eigenlijk opkomt. En misschien is het ook hier goed om eens over na te denken. Mensen gaan komen op tijd voor de zon opkomt, om dan ook een activiteit te voorzien waar dat je mensen kan meenemen in
een bepaalde sfeer, een inspiratie, dat mensen tot ruimte krijgen om bij zichzelf te komen, om met anderen in gesprek te gaan. Hè? Dus dat is een suggestie die we opnieuw doen. De zon komt 26 juni op om 5:26. Dus het zou denk ik goed zijn dat je, als je een activiteit op voorhand plant, dat je bijvoorbeeld de mensen al laat komen tegen 4:30 of 4:45. En dan heb je eigenlijk nog een hele mooie moment om de zon te zien opkomen. Nog een suggestie. Christine zei daar straks, denk goed na waar dat je dit doet. Denk ook goed na in functie van het opkomen van de zon of het ondergaan van de zon. Hè. Als je dat ergens doet op het midden van het plein in jullie dorp, ja, en de kerktoren staat daarvoor, ja, dan duurt het wel heel lang vooraleer jullie de zon zien opkomen. Dus hou daar ook een beetje rekening mee. Dat je een plaats zoekt die toch wel waar je de zon ziet opkomen of ook de zon ziet ondergaan. En dan doen we de suggestie, nu ben ik zelf een beetje te rap, ja, als de zon dan opgekomen is, misschien kan je de mensen een koffie of een thee of chocolademelk aanbieden, zodanig dat mensen toch een gevoel hebben van welkom te zijn. En ik denk dat mensen ook nog wat gaan willen napraten, dat mensen ook niet direct naar huis willen gaan. Je zou ook kunnen vragen aan de mensen die komen, dat ze bijvoorbeeld elk een ontbijt meebrengen voor zichzelf of voor het aantal personen waarmee ze komen, en dat jullie dan een grote tafel zetten en dat iedereen zijn ontbijt bijdrage meebrengt. Jullie plaatsen dat op een grote lange tafel en nadien hebben jullie een ongelooflijk mooi ontbijtbuffet zonder dat jullie daar zelf heel veel werk hebben voor gehad. Het zijn maar suggesties, vooral omdat we willen eigenlijk ook mensen verbinden. We doen dit niet zomaar om het vuur en niet zomaar om het weven, maar we willen mensen bij elkaar brengen. En ik hoor een telefoon of ik hoor iets afgaan. Maar we willen mensen bij elkaar brengen in functie van rouw. Omdat we ook geloven dat waar mensen samenkomen, dat hoop en troost geeft als mensen bij elkaar aan elkaar hun verhaal kunnen doen. Dus vandaar de suggestie, organiseer zeker nog iets als de zon is ondergegaan. Dit zijn voorbeelden. Zie je? Dus het zijn maar voorbeelden van hoe het inderdaad gebeurt, waar geweven wordt. Je ziet, dit zijn geen perfecte weefwerken, maar dat hoeft ook niet. Hè? Ons leven moet ook geen perfect plaatje zijn. Het mag een heel levensecht gebeuren zijn van een mengeling van witte draden en heel veel gekleurde draden. Links zie je ook nog, je kan daar ook creatief in zijn. Je kan daar ook stukken, je kan daar ook bloemen in verwerken. Je kan daar ook natuurelementen in verwerken. Weet wel dat dat rapper vergaat, hè? En dat dat rapper verslenst. Maar het is een suggestie. Je kan eigenlijk, denk ik, op die manier nog heel veel doen. Goed, dat is wat de voorbeelden betreft, wij gaan jullie dan ook nog via een flyer en via allerlei materiaal dat jullie bij ons van de website kunnen downloaden. Wij zouden eigenlijk graag hebben dat jullie aan de mensen die daar zijn, dat jullie enerzijds, en het zijn twee dingen, dat jullie enerzijds ook deze activiteit bekendmaken. Christine, die jullie net aan het woord gehoord hebben, die wil in de maanden juli en augustus op 3 verschillende plaatsen, een beetje verspreid in het Vlaamse land, wil Christine een workshop organiseren om opnieuw dezelfde, om de mensen die eigenlijk thuis in hun kleerkast of god weet waar in hun doos nog kleren staan hebben van iemand die overleden is, die je nauw aan het hart ligt en die ze niet weg kunnen doen, om eigenlijk met die kleren aan de slag te gaan. En om daar dus eigenlijk een soort, ja, tapijtje hebben we het niet genoemd. Het lijkt wel, het is inderdaad, de foto is een tapijtje. Maar we dachten eerder aan een soort, het maken van een overtrek van een kussen. Waar dat je dan eigenlijk zelf een dikkere vulling kan insteken. En dat je dan eigenlijk ook voor jezelf dat kussen kan gebruiken om, ja, om die bij jou te nemen. Hè? Het is dan eigenlijk gemaakt met de kleren van iemand die je toch wel heel graag gezien hebt. Dus dit is dan een workshop die we eigenlijk achteraf willen aanbieden als gevolg van het weven. Mensen hebben dus geproefd van dat weven.
En waar we jullie zouden toe willen oproepen om het ook bekend te maken op die avond. Hè? Maar we gaan jullie daartoe de alle nodige informatie nog geven. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik wou zeggen. Dan wil ik jullie tonen. En we hebben dus een draaiboek gemaakt. Ik ga jullie dat nu laten zien. Maar om aan dat draaiboek te geraken, is het heel belangrijk dat je heel even de link noteert. Want voorlopig kan je alleen maar via deze... Nee, dat is niet de volledige link. Wacht eventjes met die te noteren, want zo ga je er niet geraken. Maar ik ga heel even uit de PowerPoint nu. Nu ga ik heel even mijn technische kant tonen. Hè. Ik ga nu naar de website. En dan zouden jullie nu... Klopt het? De website van Ferre moeten zien met de Nacht van het Licht. Ik zie Christine knikken, dus dat klopt. En nu moet je eens kijken in dit balkje waar mijn muis staat. Dit is de link, als jullie mochten goesting hebben om deze avond al naar het draaiboek te gaan kijken. Dan moet je dit intikken. Dus niet zomaar naar de website gaan van Samen Ferre, want dat ga je nog niet vinden. Dat vind je pas volgende week. Maar alleen als... Ja. Kopieer het anders even en plak het in de chat. Dan hebben de mensen het ook meteen zo. Kun jij dat, Christine? Kun jij dat, Lindy? Met uw muis erop klikken. Ja. Aanduiden. En dan rechts klikken. Maar helemaal vanaf HTTPS. Ja. Dus helemaal, ja. Rechts klikken, kopiëren. Ja. En dan naar straks in de chat van Teams. Ah ja, dat ga ik dan straks doen, hè? Ja. Ja. Doet er mij aan denken dan, hè? Oké. Okay. Dan ga ik nu even... Oké, dus je hoeft het niet te noteren. Dank u, Lindy. Je ziet, hè? Met twee zijn het toch meer waard dan alleen. Dank je wel. Dus ik plak het straks in de chat en dan kun je daar gewoon op klikken en dan zit je er eigenlijk onmiddellijk in. En dan kom je op dit. Hè? Dan ga je dit zien. De Nacht van het Licht. Hè? Bezoek jij ook een troostplek? Daar mag je nog eventjes over slaan. Wat hebben we gedaan? Nog eens opnieuw... De achterliggende betekenis erbij gezet. De inspirerende waken hè, van 25 juni om 22 uur 's avonds tot de zon opkomt om 6 uur 's morgens. Wat we heel graag van jullie zouden willen, is dat je op deze website jouw Nacht van het Licht registreert. Waarom? Wij zouden zo graag op 200 plekken in Vlaanderen die de 25e juni om 22 uur een vuur zien aangaan. We willen dus eigenlijk op die manier bijna in Vlaanderen het signaal geven van wij willen mensen die rouwen, mensen die zoeken naar troost, mensen die zoeken naar warmte, we willen die mensen nabij zijn. En met hoe meer dat we zijn, hoe leuker dat we het zouden vinden. En dus we willen dat registreren, 1. Zodanig dat wij weten met hoeveel dat we zijn. Maar 2, we willen dat dan ook bundelen. En we gaan dan eigenlijk een lijst, en je ziet het, hè, waar vind je die deelnemende troostplekken. We gaan dus eigenlijk een document maken, zodanig dat iedereen die leden, mensen die dit horen van, Ferm organiseert de Nacht van het Licht, dat ze eigenlijk via deze website kunnen gaan kijken, ze organiseren dat in... Puntje, puntje, ik rijd daar naartoe. Dus in die zin willen we dus eigenlijk die troostplekken en die nachten van het licht eigenlijk zorgen dat daar zoveel mogelijk mensen op aanwezig zijn. Het symbolisch weefwerk, dat heeft Christine ondertussen uitgewerkt. Hè. Blijf geïnspireerd over dit onderwerp. Je ziet het... Ga langs op een van onze Nacht van het Licht roostplekken en laat er jouw gegevens na. En dan kan je kans maken op een boekje. Dus we gaan eigenlijk een aantal boekjes verloten onder de mensen die hun gegevens achterlaten bij ons. En uiteraard gaat het over een boek rond troost. Het boek noemt Een Handjevol Troost. Dat eigenlijk gaat met of dat waar inspirerende teksten in staan rond troost. Maar je ziet, je kan dus eigenlijk heel wat materiaal al vinden. Wij gaan ook een aantal documenten downloadbaar maken, die jullie kunnen downloaden. Maar er staat, hè, volgende downloads zijn binnenkort beschikbaar. We zijn daar dus nog heel hard aan het werken. Een uitnodiging voor jullie leden, zodanig dat jullie dat gewoon kunnen downloaden en dat jullie daar niet te veel werk aan hebben. Een uitnodiging voor externe organisaties. Het zou heel fijn zijn als je daarvoor andere groepen, andere mensen uit jullie omgeving bij betrekt.
Ik denk maar aan scholen. Ik heb het daar straks al gezegd. Scholen, misschien iets met kinderopvang. Dus denk bijvoorbeeld ook aan de vluchtelingen. Waarom zou je, als je weet dat er in jullie dorp bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen zijn of mensen van een andere cultuur, nodig ze uit rouw, verdriet beleven? Dat overstijgt de grenzen van de cultuur, hè? Iedereen heeft op zijn manier wel ergens iets dat hij in die nacht bij het waken van het vuur een plaats wil geven. Dus nodig zoveel mogelijk mensen uit. Doe het ook niet alleen als jouw fermgroep, maar doe het met andere organisaties. Je kan het ook met collega's van ferm doen, hè? Bedoel ik daarmee. Misschien hebben ze in jullie buurt ook een troostplek. Doe het samen met twee fermgroepen of drie fermgroepen. Wij gaan ook een uitnodiging voor de pers, dat jullie plaatselijke pers kunnen uitnodigen. En wat ik dan jullie wou laten zien, is eigenlijk het draaiboek. Want het draaiboek is eigenlijk al klaar. Ik ga het eventjes open doen. En als de techniek mij nu helpt, dan heb ik hier nu een draaiboek. Maar blijkbaar nog met een verkeerde foto. Dus de foto is nog niet, die moet nog bijgewerkt worden. Maar je ziet dat jullie dus eigenlijk een uitgewerkt boek krijgen met wat jullie eigenlijk deze avond gehoord hebben. Ik ga er eens eventjes vlot door. Je hebt hier een doel. Bijvoorbeeld als jullie zeiden, Goleen, wat je daar in het begin zei over die verliesgerichte en die herstelgerichte oever, dat lees je ook hier in het draaiboek. Dat kan je ook gebruiken. Dat heb ik ook vermeld achteraan. Ik ga daar straks op terugkomen. Hoe kan je daaraan beginnen? Wat moet je, welke voorbereidingen moet je nemen? Waar moet je over nadenken? Contact opnemen met de gemeentebestuur, een veilige en een goede plek zoeken. Wat bedoelen we met het weven? Dat is heel kort gezegd dat is een eerste stukje van wat Christine al heeft gezegd. Hè? Dus wat je eigenlijk vooral nodig hebt. De activiteit bij het vuur, zoek de juiste mensen. Nodig zo breed mogelijk uit. Ik noem hier nog een aantal mensen. Hè? Scholen, kinderopvang, organisaties met mensen van een andere cultuur, vluchtelingen. Plaats een artikel in het parochieblad. Hè? Nodig een fermgroep uit van bij jou in de buurt. Registreer jullie activiteit. Heb ik net getoond op de website, maar kan ook via die QR-code. De leuke wedstrijd, hè, gaat over het boek Een handje vol troost. Dus elke deelnemer die zijn gegevens nalaat, kan dat dan winnen. Je krijgt hierover nog meer informatie, maar op deze moment is dat nog niet helemaal klaar. Hier zie je dan het draaiboek, waar ik jullie daar straks een stukje mee heb doorgeloodst. Hè. Het draaiboek 1, tussen 21:15 en de zon die ondergaat. Je hebt dan de nacht en dan tussen 5:00 en de moment dat de zon opkomt. Dit is dan heel de uitleg van Christine, zie je. Ik ga er gewoon eventjes doorscrollen om te zeggen van kijk, al wat Christine gezegd heeft, staat hier opnieuw met tekeningen en met uitleg volledig uitgelegd, waardoor dat jullie daarmee voort kunnen. Dan staan er nog een aantal bijlagen in, daar ga ik eventjes door. Dit is een verhaaltje dat jullie kunnen gebruiken. We hebben bijvoorbeeld ook een voorstel gedaan tot speech, noem ik dat dan 's avonds. Het lijkt mij logisch dat als jullie mensen bij elkaar roepen, dat jullie bij het vuur de mensen ook gaan verwelkomen. Wel, we hebben eigenlijk een korte tekst geschreven waarin eigenlijk ook iets staat over die verliesgerichte en die herstelgerichte oever. Dat mensen toch wel weten waar het eigenlijk over gaat, wat jullie gaan doen, wat de betekenis ook is van het weven. Voilà, ik denk dat ik over het draaiboek voldoende gezegd heb. Ik denk dat we nu ongeveer klaar zijn. Nu ga ik proberen terug te komen. En als alles lukt, zouden jullie mij nu terug moeten zien. Dat klopt? Jawel. Voilà, wonderlijk. Oké. Okay. Goed. Leen, als jij nog eventjes in de chat plakt. En ik zie daar ook een vraagje van Lilian. Gebeurt er iets op de Vlaamse troostplek in Deinze? Ja, ik kom onmiddellijk iets van zeggen. Voilà, dit is in de chat. Klopt dat nu? Nee, wat heb ik nu? Nacht van het licht. Klopt dat, Lindy? Wat er nu in de chat aan het checken of ik daar dan terecht kom. Jawel, dat is de juiste link. Dus mensen kunnen daarop klikken in de chat of kunnen het ook de link kopiëren dan. Hè. Ja, oké. Okay. En dan ga ik antwoorden op Lilian. Die vraagt of er iets op de Vlaamse troostplek in Deinze gebeurt. Ja, wij gaan vrijdag 24 juni, dus de dag voordat we in Vlaanderen willen vragen om op zoveel mogelijk plekken te waken bij het vuur en te weven.
gaan wij bij het kunstwerk dat daar staat, de Vlaamse troostplek, gaan wij een persevenement doen rond 10 uur. We zouden, wat er tot nu toe op stapel staat, we zouden een school willen vragen, we zouden een klas willen vragen met kinderen. Uiteraard willen we ook jullie fermgroepen, jullie gaan daar ook op uitgenodigd worden. En we gaan daar ook het zelf doen. Hè. We gaan daar niet een groot vuur maken omdat het dag is. Maar we gaan met kaarsen werken, met lantaarntjes en met kaarsen. En we gaan daar ook een groot weefwerk zetten, zodanig dat daar ook kan geweven worden. Onder andere ook door kinderen, omdat ja, kinderen hebben ook te maken met rouw en met verlies. En dus ook, vandaar dat ik jullie ook voorstel. Beperk het niet alleen tot jullie fermgroep, maar nodig ook scholen uit, nodig ook. Maak het zo breed mogelijk bekend. Hè? Maar dus ja, er gebeurt inderdaad iets op de troostplek vrijdag in Deinze, vrijdag 24 juni. Goed. Wauw, het is 9 uur. We hadden gezegd tot 9 uur. We hebben misschien nog eventjes tijd. Ik wil toch maar even horen. Slaat dat aan? Heb je daar goesting in? Zeg je dan van, Leen, met wat komt er nu af? Mogen we zo eens een paar reacties horen? Je mocht het typen, je mocht het van mij ook zeggen, live. Maar we hebben toch graag, ik zou toch graag zo al iets horen van... En om iets te zeggen, doe de gewoon, zet je micro af. Hè? Dan hoor ik u. Hè? Zien jullie het niet zitten? Moet ik dat nu daaruit vaststellen? Of niet? Zeg eens. Heel mooie symboliek. Het is er bonk op, zegt iemand, wat mij betreft. Ah, dank u. Echt ferm. Een hele uitdaging. Is het dan, zeggen jullie dan, een uitdaging omdat jullie zeggen, dat is praktisch toch wel heel moeilijk? Is het dat wat jullie bedoelen? Iemand zegt, zeer leuke ideeën, zal wel een sterk engagement vragen van de organiserende fermproeg, lijkt mij. Bedoel je dan, omwille van... Ik denk dat jullie misschien moeten vooral gaan kijken naar de tweede suggestie die Christine gegeven heeft. Ga kijken naar tuindraad, kiekendraad in dialect, hè? Kippengaas. Ja? Dat heeft kleine vakjes. Daar heb je niet veel voor nodig. Ik denk dat je met kippendraad, en dat kun je aan de meter kopen... Je kunt dat eigenlijk gewoon tussen palen spannen. Dus je kunt veel doen, maar je kunt het ook beperken, denk ik. Je palen hoeft je zelfs niet in de grond te zetten. Als je een beetje creatief bent en je denkt na, er gaat bij jullie in de buurt misschien wel ergens een bouwwerf op een bepaald moment doorgaan. Christine heeft gesproken van die Hera's hekken rond een bouw. Hè. Weet je dat die in zo van die grote voeten staan? Weet je wat ik bedoel? Zo van die loodzware blokken. En wel, je kunt daar ook je palen in zetten. Dus eigenlijk hoef je zelfs geen gat in de grond te maken. Palen, kiekendraad. Ik denk dat je daar al heel veel mee kunt doen. Ik had het verkeerd verstaan. Een engagement, het overbruggen van de nacht. Ook dat, hè. Je hoeft de nacht voor mij niet te overbruggen. Maar het is wel een hele mooie symboliek, denk ik. Als je bijvoorbeeld zou kunnen... in ploegen werken. En zegt van... gelijk bijvoorbeeld... hoe noemen ze dat? Zo'n 24-uur lopen. De studenten hier in Leuven, die doen dat. Hè? Die lopen zo 24 uur, maar die lopen geen 24 uur. Maar er loopt iemand 2 rondjes en die wordt dan afgelost. Dus op die manier zou je eigenlijk ook kunnen werken, denk ik. Zeg, dames. En schakelt de mannen ook in, hè? Je hoeft dat niet alleen te doen, hè? Of uw kinderen... Allee, ik denk dat jonge mensen ook wel gevoelig zijn voor zo'n symboliek als dit. Of versta ik het verkeerd? Hè? Ja, het overbruggen van de nacht lijkt mij ook de grootste uitdaging, zeker in een klein dorp. Ja, dat kan ik me inbeelden. Als dat een probleem is, hè, dan gaat het niet door die nacht. Hè. Dan zou je kunnen zeggen, we steken het om 10 uur aan en we stoppen om 11:30 of om 12:00. Of je zou ook het opkomen van de zon kunnen pakken. Dan moet het dan zelf een beetje afwegen. Hè? Mooi project, maar moeilijk haalbaar voor individuele afdelingen. Ja, we zijn laat. Dat geven we toe, maar dat komt omdat het te laat in gang gezet is. Dat klopt. Je hebt 8 weken. Dat klopt. Je zei begin mei. Daar moet ik toegeven dat dat inderdaad heel laat is. Individuele afdelingen. Ik zou jullie willen vragen om samen te werken.
Ach, je moet dat niet alleen doen als groep van ferm, denk ik. Misschien zijn er in uw buurt nog fermgroepen die dat eigenlijk wel willen doen. En dat je samenwerkt. En dat je je krachten een beetje bundelt. Ook dat is verbindend en mooi in rouw. Hè? Ik denk dat dat wel iets heel mooi kan zijn. Maar het is terecht. We zijn laat. Ik geef het toe. Maar weet je, dat zal zo'n beetje het gevolg zijn van... Ook ons maatschappijzekerheid moet soms allemaal wat op. En op. Ja, oké. Okay, maar het is er. Nog bedenkingen. Is er toelating van de gemeente om 's nachts vuur te maken? Ik denk dat je dat best aanvraagt. En dat hangt ervan af. Hè? Als je nu bijvoorbeeld vuur gaat maken in een bakoven. Of in een schuur. Als je bijvoorbeeld zegt, goh, we zorgen gewoon dat in een schuur... dat daar kaarsen staan en dat die heel de nacht blijven branden, dat ga je niet moeten vragen. Maar als je op een openbaar domein of als je op de plaats van de jeugdbeweging, dat ga je moeten vragen, denk ik. En dat ga je, maar we gaan dus zorgen dat je een brief krijgt die je gewoon aan de gemeente en aan de brandweer kunt sturen, want je gaat ook de brandweer moeten verwittigen. Hè? Toch als je denkt aan een groot vuur. Maar misschien moet het allemaal niet te groot zien, hè. Ja, voilà. Iemand zegt, dat klopt, en OV-kaarsen geven ook heel veel sfeer. Dat is ook zo. Ja. Dus denk dat je daar heel creatief mocht in zijn. Ik daag jullie een stukje uit om daar heel creatief in te zijn. En misschien zeg je, misschien lukt het ons niet te groot. Doe het dan op een kleinschalige manier. Het zou mooi zijn om op je troostplek met een aantal OV-kaarsen te werken en daar die avond al iets te doen. En misschien volgend jaar doet het dan wat groter. Maar dat er al iets heel klein is. Dat er al iets heel klein kan beginnen. Ah, voilà. Iemand zegt, ja, wij doen al 2 jaar op rij tijdens de kerstperiode. Voilà. Dus ons idee is misschien het weven is er nieuw bij. En misschien moet je ook daar toch... Allez, maak het niet te groot. Uw weefwerk hoeft inderdaad niet meters groot te zijn. Een stukje kiekendraad van een meter op een meter kan al genoeg zijn. Het kan ook misschien fijn zijn om dat daar dan wat te laten staan. In een of andere doos of een metalen doos kan je na... die periode nog wat linten laten, zodanig dat als mensen daar komen, dat die ook een stukje draad kunnen weven. Dat kan eigenlijk allemaal. We zijn eigenlijk maar samen op zoek, en ik ben met jullie op zoek, om van die troostplekken, om daar iets levendig van te maken, iets actief van te maken. Dat ik goesting blijf krijgen om daar naartoe te gaan, om daar te komen, om daar te zitten, om daar rust te vinden, om daar hoop te vinden. En we zijn met jullie een beetje op zoek. Het is misschien wat groot, maak het dan wat kleiner. Het is een idee om er gewoon iets mee te doen. Lieve mens, het is ondertussen 10:50. Er is nog iemand die in de lobby zit. Lindy, daar laat ik dan aan u over. Jawel. Maar wij gaan stilletjes aan afsluiten. Ik wil jullie heel hard bedanken voor jullie aanwezigheid deze avond. Ik hoop echt dat ik jullie wat heb kunnen inspireren samen met Christine. En dat we toch een aantal van jullie, dat jullie iets mogen doen. Al was het een heel klein ietsje. Al was het met kaarsen, met noveenkaarsen. Maar dat jullie proberen om op jullie manier... in jullie buurt aan mensen het signaal willen geven van wij vinden verdriet en rouw beleven. Wij vinden dat een plaats moet krijgen in deze maatschappij. Wij vinden dat belangrijk is. Wij willen dat tonen. En wij willen dat op onze troostplekken tonen. Ik wil jullie, net zoals Christine, heel hartelijk bedanken voor jullie inzet op die troostplekken. Nog eens, we willen het niet te moeilijk maken. Hè? Ga nu niet... Ik hoop dat je deze nacht gaat slapen. Hè? Ligt er niet van wakker. Dat mag het echt niet zijn. Het mag heel laagdrempelig zijn. We hebben het ruimste kader laten zien. En je mag gerust dat kader wat verkleinen. Hè? Maak daar gerust maar iets kleiner van. Als je maar ergens kunt, samen met ons het vuur
wakker houden. En dat we samen kunnen waken die nacht. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. En ik hoop jullie zeker terug te zien op een volgende webinar. We gaan er zo ook wel wat organiseren. En ik hoop dat jullie, ik hoop een paar registraties te zien binnenkomen, dat jullie zeggen, ah, we gaan het doen, ah, we gaan dit doen en wij gaan dat doen. Dankjewel. Tot een volgende. Fijne avond nog. Dag.